Hi, Sjoerd van Max Music. Als je op zoek bent naar een goede portable recorder, dan kom je al gauw bij Zoom terecht. Dit is de H5. En het is een uitvoering met een verwisselbare kop. En aan de bovenzijde. Ga ik je gelijk laten zien. Door de zijkant in te drukken, verwissel je deze, ja, deze kop. Hij wordt geleverd met deze XI microfoontjes, maar je hebt ook een richtmicrofoon. Je hebt ook een mid-side microfoon. En je hebt ook nog een unit die weer twee extra XLR of twee gecombineerde extra ingangen heeft. Waarmee dat totaal op vier komt. Want naast deze verwisselbare kop heeft de H5 aan de onderzijde, dat ga ik je zo laten zien, ook twee combinatie ingangen: XLR Jack. Dit is de onderzijde, ik heb hem even omgedraaid. Hier heb je die twee noitrik en dat is natuurlijk kwaliteit, want daar staat Neutrik voor, die gecombineerde ingangen. Hier kun je dus een XLR in prikken, of je kunt een 6.35mm jack in prikken. Dat betekent dat je twee extra microfoons kunt in prikken, of een stereo lijnsignaal, of twee monosignalen, of bijvoorbeeld je gitaar. In het menu, wat je kunt bedienen via een menuknop en wat je kunt aflezen via het schermpje, heb je ook diverse tools tot je beschikking. Bijvoorbeeld een tuner of een compressor en dat soort dingen. En dat is natuurlijk om het signaal voor je gitaar bijvoorbeeld optimaal te maken. Met deze H5 kun je vier tracks tegelijkertijd opnemen. Namelijk de XI-configuratie. Dat, kijk, dat, op deze manier activeer je dat. Maar ook die ingang 1 en ingang 2. Op deze manier. Hij staat nu ingesteld, want je ziet dat hij gaat switchen. Hij staat nu ingesteld op stereo-opnames maken. Hij kan ook op multitrack. Ik ga het je zo laten zien, maar de opnamekwaliteit die varieert. Wanneer je kiest voor het maken van stereo-opnames, en ik ga het je laten zien, we gaan even samen in dat menu kijken. Dan gaan we naar recording, recording format. Dus in stereo-opnames. Kunnen we WAV opnames maken van 44.1 kHz 16 bits tot maximaal. Kijk, ik scroll gewoon naar beneden. 96 kilohertz en 24 bit. Dat is meer dan studio kwaliteit. Maar we kunnen ook mp3'tjes maken. In diverse kwaliteitssoorten, in maten en soorten en geuren en kleuren. Standaard staat die op 44.1 kilohertz en 16 bits. We gaan eens even terug, want ik zei al de opnamekwaliteit die varieert, want als ik nu ga naar even kijken, dan moeten we zoeken hè, naar recording modus, record mode, en die zetten we op multi file, oftewel meer sporen. En we gaan dan nog eens kijken naar record, en dan komen we natuurlijk weer bij recording format. Dan hebben we minder keuzes. Dus in die multitrack-modus hebben we de keuze uit alleen maar het opnemen in WAV, maar dan wel 44.1 16 bit tot met 48 hertz, 24 bit. Nou, ook dat is een uitstekende kwaliteit, en zeker wanneer je multitrack-opnames maakt. Nou, dan heb je daar geen klagen mee. Nu zul je ook zien dat wanneer ik op die knopjes ga drukken om het een en het ander te activeren, dat ik zowel die XI kan aanzetten, als ook die 1 en die 2. En in die multitrack modus kan ik dus nu vier kanalen tegelijkertijd opnemen. Het mixen gaat ook in deze H5. Maar dat kun je de helft tot zes tracks doen. Want je kunt die XI situatie, daar kun je al een opname mee gemaakt hebben. Die slaat die op als een backup. En die kun je naar de hand weer meemixen met de vier kanalen, de vier tracks die je hebt opgenomen. Dus je kunt zes kanalen mixen. Het ingangsvolume van die diverse ingangen, die regel je met deze grote knoppen. En dat is een groot voordeel bij die Zoom H5. Je hebt lekkere grote ingangsvolume knoppen en daarmee kun je heel nauwkeurig het ingangsvolume in regelen. Via de aansluiting aan de onderzijde, die, die gecombineerde ingangen, kun je ook fantoomvoeding sturen. En daardoor kun je ook studio condensatormicrofoons gebruiken met deze H5 en wordt de kwaliteit alleen nog maar beter. Zoom levert bij deze H5 een aantal dingen mee. Deze XI-microfoon situatie, dus die, deze kop met die XI-microfoontjes. Een plopkap en een kunststoffen, een kunststoffen doosje daar waar je de recorder in kunt opslaan. En een 2GB SD-kaart. En dat is best wel uniek voor Zoom, want Zoom levert meestal geen SD-kaarten mee. Bij deze H5 wel. 2GB wordt meegeleverd. Wanneer je dus zo'n H5 bestelt en je pakt hem uit, kun je hem gelijk gebruiken. Nou, hoe fijn is dat? Wil je nou meer weten van deze Zoom H5 Handheld Recorder? Dan klik je hier of daar en dan kom je direct op de productpagina terecht. Kijk even bij de accessoires, er staan ook altijd handige zaken om mee te bestellen. En eh, door een druk op de knop heb je hem heel snel in huis. Vond je dit een leuk filmpje? Graag zien we die blauwe duimpjes. Deel het met je vrienden. En wil je geen enkel filmpje meer missen? Word dan gewoon abonnee van ons YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.